En wat je dan dus vervolgens doet, is dat je zet hier je handen neer. Ga je mij nou bijna op mijn billen slaan? Hoe is het met het cortisolgehalte gesteld? Het cortisolgehalte? Het stresshormoon. Stresshormoon. Goed, denk ik, in de zin van dat het laag is. Ik ben niet gestrest op dit moment. Meneer Hiddema, goeiedag, daar ben ik weer. Wat is er? Staat het met uw cortisolgehalte? Met wat? Uw cortisolgehalte. Ik heb geen idee. Uw stresshormoon? Geen idee. Dat, ja, u bent weer de klos. Ik ben weer de klos. Het is namelijk de week van de stress. Dus ik vroeg me af, wat doet u een beetje om te ontspannen? Ik sport. En wat doet u dan? Ik sta op de lopende band. Dan ga ik hardlopen en zo. En dat helpt echt. Mensen vragen zich toch altijd af, maar wat doet nou meneer Hiddema om een beetje in balans te komen? Mensen vragen zich af, hoe verbeuzelt hij zijn tijd om met dit soort gesprekjes mee te doen? Dat is wat mensen zich afvragen. U ligt nooit ondersteboven op een yogamat? Om wat? U ligt nooit ondersteboven op de yogamat? Nee. Nee dus. Had je wat anders wat? Ik word er opgewonden van. Ondersteboven op een yogamat liggen? Nou, hoe weet je dat? Maar doe je dat ook? Ik ben nu 47 en ik betrapte me de laatste op dat ik op YouTube filmpjes van yoga zat te zoeken. Van die tutorials? Ja, precies. Dat zijn dan allemaal van die fitte mensen, dat wil je niet weten, meestal Amerikanen. En die gaan me dan een partij yoga en dan kijk ik daarnaar op de bank. Maar dat zijn meestal van die hele afgetrainde fitte meisjes, toch? Reken maar. En dan kijk je daarnaar? Wat is je vervolgvraag? Ja, ik kijk ernaar en ik heb het ook al eens een keer gedaan. Er zijn geen beelden van. Wat zou je mensen adviseren om toch een beetje te ontstressen? Ik ga mensen niet adviseren. Dat bemoei je de laatste tijd. Met je geringste persoonlijke ditjes en datjes moet je getuigenis over afleggen. Je moet je leven beteren. Je wordt toegesproken als een kleuter. Eet u regelmatig, gaat u op tijd naar bed. Zo de mieter op. Doet u ook wel eens de downward facing dog? De downward facing dog. Hoe gaat die? Nu is het denk ik aan jou om even te laten zien. Ja, maar u kunt wel met mij meedoen. Dat is namelijk een yoga-pose. Dit staat in het handboekje van politieke uitglijders. Op nummer 1 staat geen gekke beweging maken boven hoeft... de 40 in een pak. Het is een yoga-pose. Een yoga? Dus je gaat eerst door de... Oh joh, daar ben ik al zo slecht nee, in. Nee, maar dat kan. Kom maar. Oh! Dit gaat helemaal goed. En wat je dan dus vervolgens doet, is dat je zet hier je handen neer. Ga je mij nou bijna op mijn billen slaan? En wat doet u meestal om te ontspannen? Ik ben hier ingehuurd om het land te dienen. Om bij te dragen aan krachtig beleid. Ik loop piekerend en peinzend rond hoe we de regering een hak kunnen zetten. Hoe we het land kunnen redden. Je zet hier je handen neer. En dan ga je als het ware met je kont in de lucht. Ik ga thuis oefenen. Dank je wel. Vond het heel erg gezellig. Maar dat schijnt heel erg goed te zijn om te ontspannen tegen de stress. Ik ga het straks proberen. Ik vertel je achteraf of het inderdaad geholpen. Ik ontvang een filmpje van je. Ja? Is er ook hier iemand in de kamer waarvan u zegt, oh, maar daar krijg ik zoveel stress van? Van jou. En bedankt. Hoe blijft u rustig onder deze stress? Nou, ik word er steeds onrustiger van. Hou op met die onzin.